Nou, moet je eventjes verschuiven. Want we gaan namelijk beginnen. En het is nog veel rustiger dan het aantal mensen die zich hebben opgegeven. Dus ik denk dat er nog wat mensen aankomen. Voel je vrij om lekker een beetje vooraan te gaan staan. Maar voel je ook vrij om lekker een hoekje aan de buitenkant op te zoeken waar je alle ruimte hebt. Bij Loft kan alles. Zullen we eerst even de praktische mededelingen doen? Ja, hè? Woehoe. Nou, kijk. Het geluidsteam is altijd heel blij met de praktische dingen. Dan geef ik het woord aan Jonathan. Yes, voor de praktische zaken. Welkom allereerst allemaal. Wat praktisch betreft, mocht je vanavond denken, hey, de muziek die staat wel heel hard te tetteren in mijn oren, dan is het mogelijk om achter bij de geluidsbooth daar oordopjes even te halen. Mocht je naar de wc willen, dan is het daar bij de kapstokken naar rechts. Daarnaast zijn er een aantal bestellingen binnengekomen van de vorige loftavond. Die kan je aan het einde van de avond ophalen, sta ik achter de tafel. En daarnaast willen we ook even een heel hartelijk welkom voor Christo hebben. Christo! Die vanavond de aanbidding mede zal leiden. Geweldig dat hij samen met ons gewoon deze avond onvergetelijk gaat maken. Het is namelijk ook alweer de laatste van dit seizoen. En dan zijn we er pas in september weer. Maar dan gaan we gewoon verder met waar we vanavond eindigen. We gaan dan niet weer vanaf nul af aan beginnen. Nee, we gaan gewoon doorbreken in het koninkrijk. En van de week had ik een fantastisch mooi beeld over sleutels. En dat hebben jullie vanavond als goed is kunnen zien. Er staan wat snoepsleuteltjes klaar. En daar zal Naomi ons even wat verder in meenemen. Yes. Ik moest gelijk denken aan een bepaalde bijbeltekst. Jonathan die zei, ik heb echt het gevoel dat sleutels, weet je, dat een woord is wat heel erg centraal zal staan. En ik heb mijn bijbelapp meestal in het Engels. En ik vergelijk het dan vaak wel even in Nederlands, omdat ik vaak dan de tekst niet eens herken. Dat ik denk, oké, wat zal het dan in Nederlands geweest zijn? En ik wil hem gewoon even voorlezen, omdat het heel interessant is. Even zoeken hoor. Hij staat in Matteüs 16. Dan vraagt God van, weet je wel, wat zeggen de mensen wie ik ben? En dan vraagt hij het vervolgens aan zijn discipelen zelf. En dan zegt hij vervolgens daarna dat hij een kerk zal bouwen en dat Peter dan de rots is. En dan vervolgt hij zijn verhaal. A church so expensive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out. And that's not all. You will have complete and free access to God's kingdom. Keys to open any and every door. No more barriers between heaven and earth, earth and heaven. A yes on earth is a yes in heaven. A no on earth is a no in heaven. En toen las ik hem in het Nederlands. En dan staat hij er gek genoeg in de meeste vertalingen precies andersom. Een ja in de hemel is een ja op aarde. En een nee in de hemel is een nee op aarde. En toen dacht ik, het is eigenlijk een beetje religieus om dan te denken, nee, maar het moet eerst in de hemel gebeuren en dan hier. Want in het Engels laat het veel meer zien de autoriteit die wij hebben. Want als wij hier iets binden, dan is het ook gebonden in de hemel. En als wij hier iets verbreken, dan is het ook verbroken in de hemel. En dat is denk ik de sleutel voor vanavond. Is dat we mogen weten dat we autoriteit hebben om iets te binden, om iets te breken. En dat kan gaan over dingen in ons persoonlijke leven. Dat kan gaan over de dingen die in onze omgeving spelen, maar ook in de geestelijke gewesten. En dat is denk ik precies de plek waar we met Loft altijd, wat we zijn. We gaan hem ontmoeten. Maar dan zul je dus ook merken dat het soms nodig is om iets te binden of te breken. En dat wij dus de sleutels hebben tot alles in de hemel. En ik denk dat God vanavond aan ons sleutels gaat geven, openbaringen, inzichten, wijsheid. Maar daarmee dus ook autoriteit. Dus ik denk dat er vanavond echt veel momenten zullen zijn dat je merkt, hey, ik kom iets tegen of ik beleef iets. En dat je dit dus even opnieuw mag beseffen. Dus denk dan eventjes aan dat snoepje wat ik hier in mijn hand heb. En dan gaan er heel veel toffe dingen gebeuren. En Jezus, dank u wel dat we hier vanavond met z'n allen bij elkaar zijn. En dat we één focuspunt hebben en dat bent u. En dank u wel dat u uw leven gegeven hebt.
dat u de dood hebt overwonnen. En ik las een tekst geschreven door Christine DiMarco. Een van haar nieuwe songteksten. En daar staat ook in van, weet je, ze hadden het kruis bedacht voor zondaren. En ze hadden bedacht dat ze hem natuurlijk daar voor eeuwig zouden hebben gestopt. Maar dat was eigenlijk alleen nog maar het begin. En dat is het leven wat hij... de dood waar hij doorheen ging, het leven wat hij uiteindelijk bereikte, dat is de sleutel waar wij allemaal in leven. En Jezus, dank u wel voor die genade. Dank u wel dat u zoveel groter bent dat wij ons ooit kunnen voorstellen. Dank u wel dat u vanavond met dingen gaan komen die we, ja, waarvan we geen weet hadden. En ik spreek een vrijheid uit over de zaal, over iedereen hier. Jullie mogen je allemaal thuis voelen. Jullie mogen je allemaal overweldigd voelen vanavond op je eigen manier. En als je wil zitten, dan ga je zitten. Wil je liggen, dan ga je liggen. En als je wil springen of juichen, dan doe je dat. En ik spreek uit dat die vrijheid er is vanavond. Omdat dat is wat God wil doen door iedereen heen. Hij heeft voor jullie met allemaal een persoonlijk proces. En Jezus, dank u wel dat u de sleutel bent. Dat vanavond sleutelmomenten zullen gebeuren. En dat we tot alles in de hemel, dat we daar toegang tot hebben, Heer. Amen.
tonight all creation gathers around the mercy seat. Tonight all creation gathers to lift up one song. Thank you.
om iets naar voren te komen, want er komen nog wel wat mensen binnen. En je mag lekker naar de zijkanten nog gaan en hier voorin. Dankjewel. Let us see, 'cause we know that you are God.
The church revives, shining every day, a nation full of life. U droeg het kruis voor mij, nu kan ik staan in de vrijheid die u gaf. Mijn leven is van u en ik zing van uw goedheid voor eeuwig. Waardig is uw naam.
I don't know how to say exactly how I feel. I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? This is my desire to pour my love on you like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on till every drop is caught. I'll pour my love on you. Ooh. I don't know how to say exactly how I feel. I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are? Just a little bit tonight, not half a bottle. The things I've kept for myself for so long, for so long. Tonight you can have it. All the things that have cost me, all the things that have cost me. Tonight you can have it. Tonight.
don't you just turn it upside down? Give him everything. Give him everything. The things you've been afraid to trust him with. The things you've been afraid to let go. The things that have cost you in your life. Why don't you just turn the bottle right upside down? Questions was, can't we use this precious oil for something more functional? Can't we use this precious oil for feeding the poor, for doing something better with it? And maybe you've been wondering tonight, that thing that I went through, why was that? Was that even functional? The things that I've let go, was it even functional? Why was that, Lord? I want to ask you tonight, just in the presence of the Father, would you pour that question out over him? You see, some things he didn't create for function. Some things he asks of you, can you just let it be the ashes that I turn into beauty? Not the ashes I turn into function, but the ashes that I give beauty for. I believe tonight when you're gonna pour something out over him, he's gonna give you so much beauty that you couldn't even imagine. He's gonna revive your life from a place where you didn't think it could come from. From a place where you didn't think you could come back from. Come on, is anyone hearing me tonight? Is anyone ready to pour something out you've never poured out before? Come on, if that is you, just lift up your hands. Say, that is me, Lord. Say, that is me, Lord. Say, this is my song tonight, Lord. All my questions.
is like perfume. I'll lavish mine on you till every drop is gone. I'll pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. I'll pour my love one more time, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I'll pour my love on you. Praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. I'll pour my thank you.
set your church on fire again. Father God, your will be done. Christ in us, your kingdom come. Spirit, lead us now as one. And set your church on fire.
Zijn vuur wat in jou woont. Dat is geen waakvlammetje zoals we denken, net als bij Pinksteren wat we net gehad hebben, dat die mensen zo'n waakvlammetje boven hun hoofd hadden, zoals je bij de gasketel ziet. Dat is niet wie de Heilige Geest is. Dat is niet hoe de Heilige Geest manifesteert in jou. Dus word er bewust van dat zijn zijn vlam brandt in jou. En zal ik je nog wat sterkers vertellen? Niks, en dan ook niks, wat door de vijand is gemaakt om jou neer te halen, om jou tegen te houden, om jou te onderdrukken. Niks van dat alles is bestand tegen dat vuur. Helemaal niks. Zijn vuur is in jou. Amen. Zijn vuur leeft in jou. Zijn vuur barst door jouw voegen heen. Door elke porie van jouw lichaam heen. Als je zegt, hier ben ik hier. Hier ben ik hier. Hier ben ik. Laat zijn vuur branden. Laat zijn vuur branden. Laat zijn vuur branden. Laat zijn vuur branden. Houd niet meer in. Maak hem niet klein, want hij is zo groot. Hij is zo groot. Hij is zo groot. Living flame, living flame, living flame inside of you. Let it burn, let it burn, come on, let it burn. Oh, yeah, sayonara, sayonara.
May my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You sometimes.
Sometimes when I call your name, you're still a little bit afraid. Sometimes when I call your name, doubt still overtakes you. But I'm telling you tonight, says your heavenly Father, in my voice there's only love. In my eyes there's only love. In my voice there's only love. I'm not angry with you, not disappointed. I'm not angry with you, not disappointed. When I call your name, when you hear the sound of my voice, it's 'cause I love
You know, I'm learning lately that sometimes it's necessary to wait just a little bit longer than we're comfortable with. Sometimes we're so used to a routine, doing things a certain way, and it's in the uncomfortable space of what do we do now? Where do we go from here? That's where he wants to change us. That's where he wants to transform us. Now there's no pressure, but we can either go deeper now or stay here. For you and me both, we can either go deeper now or stay here. I want to just lovingly invite you to go deeper with us. Why don't you just lift your hands, whatever that looks like for you. Just respond to whatever you heard the Father say just now. Just respond to that for yourself. Dat er niets meer staat tussen de hemel en ons in. Wij hebben de Heilige Geest en Hij gaat dit rechtstreeks in jouw hart spreken. En ik geloof dat God zegt, ga eerlijk in je hart kijken naar de dingen waarvan je eigenlijk al weet, dit is niet hoe God naar mij kijkt. En Hij zegt,
wat zeg ik, wat zegt onvoorwaardelijke liefde over dit stukje in jouw identiteit? En ik wil hier echt tijd voor nemen, want God gaat hier in zichzelf ontzettend laten zien. Dus neem iets in je hart waarvan je weet, het schiet niet op, het zit niet lekker. Ik weet dat dit geen waarheid is. En stel jezelf de vraag, wat zegt onvoorwaardelijke liefde over dit stukje in mijn identiteit? Courage follows healing, and confidence follows wholeness.
Father restores you, when he brings wholeness and healing into your life, it's not for nothing. It's so that you can begin to dream big again. It's so that confidence and courage that has been stolen from you is brought back to you. That a whole heart is restored in you. There where there was a heart of stone, he's giving you a heart of flesh. There where your dreams have been broken down, he's healing them back up again. He's saying, begin to dream again. Tonight I want to tell you, there's going to be a victory dance. Come on. It's going to be a victory dance. Everything that the devil has stolen, it's restored back to you tonight. Come on, if that is you, just begin to move with us.
Ik mag even wat introduceren, wat ik echt best wel een leuk onderdeel altijd vind. Namelijk de collecte. Oh. Ik wil echt namelijk elke keer weer de gelegenheid geven dat als je een hart van aanbidding hebt en je hebt visie wat de kracht van aanbidding tot stand kan brengen in Nederland, dan heb je gewoon de mogelijkheid om allerlei organisaties, maar ook ons, te helpen om dat gewoon bands te coachen, dit soort dingen te brengen. En dat kan financieel. Daarmee kun je ons gewoon helpen. Dus ik wil de gelegenheid geven om daar even dat te doen. Jullie zien de QR-code al. Er hangen ook bordjes aan de palen. Dus als je mobiel niet wil scannen, kan dat ook. Maar we hebben ook machtigingskaarten. Dus loop even op mensen door de zaal. Als je een machtigingskaart wil, dan moet je even je hand opsteken. Dan hoeven ze niet iedereen intimiderend aan te kijken. Je kunt natuurlijk ook gewoon contant geven. Dan gooi je gewoon wat in die emmers. En je kunt zowel eenmalig als maandelijks geven. We zijn met allebei super blij. En vanaf 5 euro per maand word je supporter. En deze avonden zijn gratis en dat blijven we ook zo houden. Zodat het echt laagdrempelig en toegankelijk is voor iedereen. Is dat fijn? Ja, hè? Super fijn. En het is echt, we vinden het geweldig. Alle mensen die supporten maandelijks of eenmalig geven. Dan ben je hier gewoon deel van. Zijn we echt heel dankbaar voor. Ben ik wel eens geneigd om te zeggen, de supporters gaan wij altijd. Weet je wel, die zorgen dat dit mogelijk gemaakt wordt. Maar ik wil even 2 andere mensen in het zonnetje zetten waarvan er eentje niet eens is. Ja, Matthijs. Het is weer zover.
Er is elk jaar wel zo'n moment en dan rolt hij een beetje met zijn ogen. Maar dit is echt heel belangrijk, want jongens, zoals jullie investeren in ons financieel en door er te zijn, maar ook gewoon door het gebed en alles wat jullie doen, de profetieën die we elke keer krijgen om ons te bemoedigen, zo wil ik ook echt even San en Matthijs eren. Dus Matthijs, kom maar gewoon. Ja. Ja, ja. Het is op mijn slippertjes. Op je slippertjes. Die heb ik uitgedaan net. Maar jongens, we zijn als Loft echt nergens zonder San en Matthijs. Ja. En andersom natuurlijk. Niet te vergeten, want het is echt het beste team van de wereld. Ja. Wat al bijna 8 jaar meegaat. Woe, ja. Ja, met wat wissels, maar het is... Het is echt heel bijzonder. Sure. Maar zo'n team, dat vormt ook niet voor niets. We gaan door hoogtes en dieptes met elkaar. Maar dat wordt wel aangestuurd door Matthijs en Sanne. Sanne is er niet, want ze moest helaas werken vanavond. Maar ze is in de geest wel bij ons, want ik krijg allemaal appjes van haar. Dus die zit stiekem gewoon mee te kijken. Maar we zijn echt heel dankbaar voor jullie. En als team willen we je echt bedanken. Maar ook iedereen. We houden helemaal niet bij hoeveel bezoekers we eigenlijk krijgen. Of hoeveel mensen de livestream eigenlijk bereiken. Maar dat draagt echt heel ver. Dus dank jullie wel. Dus ik heb een bloemetje en een bedankje. Dus die ga ik je ook eventjes dan... Ja, heel officieel even geven. Want je kunt je leiders niet genoeg eren, jongens. En een lama. Yes. Ja, super groot applaus voor Sanne Matthijs, jongens. Ja. Ik overleg hier heel eventjes heel ongemakkelijk. Oh ja, we gaan nog één nummer doen. Top. Dan laat ik het voor nu hierbij. Als je straks nog wat wil geven, dan kan dat ook nog. Maar pak je kans, jongens. We doen nog één nummer. Ik heb hem de vorige keer al geïntroduceerd, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Maar hij is van mij en hij is heel leuk. En hij is als single en er zijn ook t-shirts met teksten. Dus als je hem leuk vindt, dan moet je daar even dat scoren. You hold the stars, the moon, the sun. Wouldn't you hold?
De slag van zijn eerste Loft Worship, want Dovida speelt voor het eerst mee vanavond. Want zoals jullie weten is normaal Arjan de vaste drummer bij ons, maar Arjan en Harriet zijn de ouders geworden van een zoontje, Jesse. Dus vanaf deze plek bidden we die ook heel veel zegen toe, ook voor de kleine man, dat hij gewoon, nou, het is een enorme reus wat ik begreep, lijkt op zijn vader. En we bidden ze gewoon heel veel zegen toe. En we willen ook echt vanaf dit moment Christo echt bedanken voor het meespelen vanavond. Geweldig, dankjewel. Heerlijk om zo samen God te aanbidden vanaf deze plek. Ga vooral nu nog niet weg. Want voor iedereen is er even een lekker ijsje om even af te koelen nog na zo'n hete dag. Woep woep. En dan hadden we nog een paar dingetjes. 17 september, dan beginnen we weer hier met de loftavonden. Dat is het nieuwe seizoen die dan weer aanbreekt. Maar op 14 tot en met 17 juli is Awakening Europe, waar ook loft aanwezig zal zijn. Staan we in Ahoy. Woop! En ook heel belangrijk, in februari volgend jaar, 18 februari, zet het vast in je agenda, hebben we weer 12 uur lang God aanbidden, de Worship Marathon. Hebben we allemaal een beetje een goede avond gehad? Hebben we de sleutelmomenten kunnen pakken vanavond? Come on, come on. Zullen we God gewoon nog één laatste applaus geven om dit seizoen uit te gaan? Lekker na, neem een ijsje en tot volgend seizoen. Woe! Ik kreeg nog heel even kort op mijn hart om te zeggen: heb je nog gebed nodig? Wij als team hier staan gewoon echt nog voor jullie klaar ook. Dus heb je nog iets op je hart om te delen of voor te bidden? Voel je vrij om gewoon nog even naar voren te komen. Maar weet je, er zijn heel veel mensen, dus je naaste kan ook, hè?
take.